Oké, dan gaan we maar weer eens beginnen. Het is tijd voor Poppenkast 33. 33 is een heel speciaal getal. Eigenlijk wou ik hem bewaren voor occulte zaken. Maar er is heel even iets belangrijkers gaande. Want voor de mensen die veel social media gebruiken, voornamelijk Facebook, Instagram en natuurlijk WhatsApp, die hebben waarschijnlijk gemerkt dat dit niet zo heel lekker werkte gisteren. Het lag eruit. En ja, daar gaan we het dus over hebben. Wat is hier aan de hand? Poppenkast 33. Facebook. You have to ask yourself, did you want this to happen? This to happen, this to happen. Oké, wat is er aan de hand? Wat is er gebeurd? Laten we eens even kijken wat Amerikaans nieuwskanaal erover te zeggen heeft. Some breaking news on Facebook, Julia Boston. Facebook responding to the latest on the outages, saying in a tweet from CTO Mike Schroepfer, saying sincere apologies to everyone impacted by outages of Facebook-powered services right now. We are experiencing networking issues and teams are working as fast as possible to debug and restore as fast as possible. Facebook, Instagram, WhatsApp have been down for much of the day today. Now, the New York Times is reporting that Facebook has dispatched a small team to one of its California data centers to try to manually reset its servers in an attempt to fix the problem. So seems like Facebook is trying to address a very big issue on a day when there are a lot of other negative headlines. Ja, want dat was natuurlijk niet het enige wat er aan de gang is. Het is natuurlijk weer. Kijk, dat het gewoon gebeurt, het kan wel eens gebeuren, maar het gaat om de hele situatie eromheen. Dus laat me jou heel even verlichten van alles wat er gaande was gisteren. Gistermorgen kwam er dus een whistleblower, een klokkenluider, kwam op 60 Minutes. Klagen over het feit dat Facebook natuurlijk niet ja, echt heel moraal en ethisch verantwoord handelt als het gaat over het besluiten nemen ten gunste van de maatschappij. Sorry hoor. Het is natuurlijk allemaal niks nieuws, maar wat Facebook dus de hele tijd doet is zeggen van. Ja, we proberen, we doen ons best om dus inderdaad het algoritme en het systeem op de achtergrond te laten werken over, voor de gunst van dus inderdaad de gebruikers en dus ook de maatschappij. Want de gebruikers, dat zijn participanten aan de maatschappij. En mensen in de maatschappij zijn soms wel eens gebruikers van Facebook. En ja, er is dus iemand die dus bij Facebook heeft gewerkt, die dus naar buiten kwam en die zegt, luister, dat doet Facebook helemaal niet. Facebook zit helemaal niet jullie belang in acht te nemen. Hè? Die zit alleen maar gewoon snelle oplossingen te verzinnen voor op dat moment politieke kwesties, om gewoon uiteindelijk zoveel mogelijk geld te kunnen verdienen. Facebook whistleblower, I don't know if you guys watched this last night on 60 Minutes, but is now accusing the social media giant of misleading the public and the company's investors. Former product manager Frances Haugen saying that Facebook placing profit over safety when it comes to its products, and she spoke out on 60 Minutes in what was, I thought, a pretty riveting interview. And one of the consequences of how Facebook is picking out that content today is that it is optimizing for content that gets engagement or reaction. But its own research is showing that content that is hateful, that is divisive, that is polarizing, it's easier to inspire people to anger than it is. Nou ja, dit was al. Ik bedoel, de kennis was er al. Hè? De Social Dilemma, die documentaire op Netflix, heeft inderdaad al blootgelegd wat zeg maar de pijnpunten zijn van dus inderdaad al die algoritmes achter de social media. Maar nu heb je dus inderdaad iemand die vanuit binnen de organisatie naar buiten treedt en zegt, al dit geneuzel wat je hoort van Mark Zuckerberg over dat hij dus inderdaad het beste met ons voor heeft en zijn best doet om een platform te creëren die gezond is voor de mentale toestand, dat gebeurt helemaal niet. Zij heeft daar jarenlang in gewerkt en met oplossingen gekomen en die worden constant verworpen omdat ze zeggen, nee, we zijn geld aan het verdienen. We zijn keihard geld aan het verdienen.
Dus ja, wat ja, nou ja, hè? Schijnbaar heeft dat dus wat extra, dat had wat extra, hoe noem je dat, credibility, hè? Dat er dus iemand van binnenuit naar buiten treedt. Om dat te zeggen, want stiekem wisten we natuurlijk met z'n allen al dat Facebook een soort van evil corporation is, die natuurlijk alleen maar geld aan het maximaliseren is ten koste van de sanity van de bewoners van planeet Aarde. Nou ja, dit kwam dus uit. En ja, dan meteen gingen de aandelen van Facebook gingen naar beneden. Eens even kijken, 5 dagen hier, het ging op zich prima allemaal goed. En toen in één keer kwam dat interview, in één keer allemaal dumpen, stocks dumpen en iedereen die had zoiets van, weet je, fuck Facebook. Nou ja, je ziet dat het toch wel weer goed komt. Het is allemaal niet revolutionair van mensen denken van, oh, dit is het einde van Facebook. Nee, die mensen gaan gewoon door. Wat nu een beetje raar is, want ik heb dus zeg maar zo'n technische stream gekeken en die legde dus uit. Sorry, die legde dus uit dat dus zeg maar de route naar de Facebook-servers gewoon zijn verwijderd. Intern heeft iemand zeg maar de routes, de richtingaanwijzers, de borden, de verkeersborden, de zeg maar een analogie voor hoe het internet werkt. Hè? Niet dan denkt van, oh, er staan verkeersborden op het internet. Nee, maar je hebt zeg maar, net zoals wij zeg maar ons op de snelweg navigeren en dan kijken we op de borden en dan weten we, oh, hier moeten we rechtsaf, hier moeten we linksaf. Zo is het internet ook ingericht voor datapakketjes. En die datapakketjes moeten ergens heen en ondertussen heb je dus inderdaad borden, routes, zeg maar, die ze kunnen bewandelen om dan uiteindelijk bij de juiste server te komen en weer terug naar de gebruiker. Die routes, die borden, verkeersborden, waren allemaal verwijderd. Intern had iemand in Facebook had dat allemaal verwijderd. Gewoon delete. En dan, ja, dat wordt dan natuurlijk zo gezegd, dat is een foutje. Hè? Het een van de meest leidende technische bedrijven, die heeft dus inderdaad zo'n banale fout gemaakt om gewoon de hele infrastructuur van binnenuit te verwijderen. Ja, ging dit per ongeluk? Dat is natuurlijk wel de vraag. Tuurlijk gaat dit niet per ongeluk. Hè? Is dit een poppenkast? Heb je de titel gezien van deze YouTube-kanaal? Tuurlijk is het één grote poppenkast. Want gisteren was niet het enige wat gebeurde dat Facebook eruit lag. Maar er was ook een gigantische lek van weer een hele reeks aan financiële constructies die opgezet worden door offshore companies. Dus hoe noemen we dat ook alweer? Belastingsparadijzen. En net zoals toen de Panama Papers uitkwamen, of de Paradise Papers, als je die nog weet, werd dus heel erg blootgelegd hoe dus inderdaad al die rijke mensen aan belastingontduiking doen. En hoe dat is opgezet. Nou, daar kwam niks van terecht. Maar schijnbaar zijn dit soort lekken zijn dus nu ja, toch wel vrij, gewoon wil ik niet zeggen, maar ze komen vaker voor. Er zitten mensen zitten echt erbovenop. En wat er dus ook gisteren gebeurde, voordat Facebook eruit knalde, voordat deze dame nog haar verhaal deed over hoe Facebook een slecht bedrijf is, kwamen dus inderdaad de Pandora Papers uit. Documents revealing how the uber rich are hiding their money and assets in offshore accounts. The International Consortium of Investigative Journalists releasing nearly 12 million documents. They're dubbed the Pandora Papers. They show the extreme lengths to which some of the world's wealthiest and most powerful people go to avoid taxes, scrutiny, and accountability. According to the reporting of the Washington Post, this is the group's largest ever document dump of its kind. The Post collaborated on the investigation. It reports 14 of the cases involve current leaders of countries around the world. Nou ja, ik wil natuurlijk. Ik bedoel, het was al zeg maar verdacht dat ik dacht van oké, de lekt hier iemand over schadelijke situaties in Facebook en in één keer ligt heel Facebook eruit. Maar het was zo overduidelijk, weet je wel. Het is echt een beetje alsof. Alsof dan zeg maar een cafetaria heel erg in de schulden zit of nooit meer gas te krijgen en dan in één keer vliegt het in de fik. Dan heb je ook zoiets van,
dat komt goed uit. Dit is ook een beetje voor Facebook. Facebook komt dus, er komt dus inderdaad een hoe noem je dat? Een klokkenluider inderdaad komt eruit over rare praktijken in Facebook, waar we eigenlijk allemaal van af wisten. En in één keer ligt Facebook eruit. Ja, dus ik dacht in eerste, ook dat is het complot, weet je wel. De Facebook die wil gewoon niet dat wij bezig zijn met die klokkenluidster. Dus gooi maar gewoon de hele boel plat, expres, zodat we allemaal afgeleid zijn en dat soort zaken. Maar ik dacht, dit is veel te overduidelijk. Ik bedoel, dit zijn slimme mensen en dan gaan ze toch niet zo banaal dit soort acties uitvoeren. Ik denk, wat zou er nog meer achter kunnen zitten? Hoe zou het een nog diepere laag kunnen hebben? Nou, het zou gewoon Facebook ingezet worden. Dat dus inderdaad mensen in de Amerikaanse overheid zeggen: hey Zoek, hey Mark Zuckerberg, hey, kan je eens even voor een leuke afleiding zorgen? En die had gewoon iemand in zijn bedrijf, had hij eruit getrapt naar 60 Minutes gezegd: ga jij maar eens even lekken over informatie die iedereen toch al heeft. En dan vervolgens knallen we gewoon de hele infrastructuur eruit. En dan weet niemand meer wat er aan de gang is. Want eigenlijk had die dag gewoon de hele dag moeten draaien om de Pandora Papers, hè, de opvolger van de Panama Papers. Even side note, Wopke Hoekstra, die heeft dus ook, voordat hij minister van Financiën was, geïnvesteerd in een bedrijf via deze belastingsparadijzen. Dus de man die inderdaad achter het grote geld zit in Nederland, weet je wel, ook achter de Belastingdienst en dat soort zaken, die heeft zelf aan belastingontwijking gedaan. Ja? Dus laten we even goed even internaliseren wat onze overheid op het moment is. Ja? Onze minister van Financiën heeft zich schuldig gemaakt aan het ontwijken van belasting betalen. Hij heeft belasting ontweken. En niet voor een paar, nee, voor 25.000 euro heeft hij via belastingparadijzen geld weggesluist voordat hij minister van Financiën werd. Ja? Ja? Kijk, onze minister van Financiën heeft geld weggesluist via belastingsparadijzen. Oké, dus als mensen die dus inderdaad pro dit kabinet zijn en denken van, ja, maar ze doen toch gewoon hun best. Ja, maar dit is slim. Ja? Nee. Ja? Zij horen het goede voorbeeld te geven. En belastinggeld is het geld waar wij onze fucking maatschappij mee opbouwen. Maar er zitten nu mensen in de regering die schijnbaar zoiets hebben van, belasting, het is allemaal niets. Het is meer voor het idee. Voor het idee dat mensen inderdaad participeren, maar echt belasting betalen, dat hoef je niet te doen. Helemaal niet als je in de regering zit, want dan doe je schijnbaar al genoeg voor de maatschappij. Ik heb het idee dat dit gewoon één grote show is weer. Dat er gewoon weer aan alle kanten misinformatie wordt rondgepompt. Worden afleidingsmanoeuvres gemaakt. Er is van alles gaande, behalve datgene wat er hoort te gaan is. Dat is de Pandora Papers. Daar hoort het over te gaan. Fuck dat Facebook eruit lag. Fuck dat er een whistleblower is, want er was allemaal geen nieuwe informatie. Naar mijn idee was het allemaal afleiding. Ik hoop dat jij dit ook zo ziet. Poppenkast 33. Het heeft iets 33. We gaan het er wel over hebben met Wouter. See you later. Did you want this to happen? This to happen? This to happen? This to happen? Damn.